Nou heb ik eigenlijk zo'n zin om de teun te doen van de Angry Video Game Nerd. I'm gonna take you back to the past. To play some awesome games that kick ass. I'm better now. Oké, maakt niet uit. We gaan gewoon beginnen. Begin de aflevering maar. Intro, kom maar in. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play WarioWare Smooth Moves. Ik ben er weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn wij naar Penny gegaan. Yay. In deze aflevering, Ninefold. Waarom is deze zo geweldig? Dat zullen jullie wel zien. Aan de sound effects moet je het al horen. We gaan het gewoon doen. Cool! Game Boys! De Multiplier Test! Mijn Volt's House. Op een normale zaterdag. Kijk wat ik heb! Wauw, is dat een DS Lite? Nee, het is een Game & Watch! Oh, nostalgie! Oh, geweldig! Oh, kijk die nostalgie! Oh, ik wil kijken! Nee, wacht, ik ben nog niet klaar! Dat gaat fout. Oeh. Ja, meneer Zart! Ach, de Toy Express. Ik moet nog een Game & Watch vinden. Ja, je hebt een Game Store ernaast. Waarom ga je niet eerst in een Game Store kijken? En we gaan gelijk beginnen. Met The Waiter. Let op wat er gaat gebeuren. Nintendogs! We gaan nou een trip maken door ik weet niet hoeveel verschillende games. Dit gaat leuk worden, let op. Pikmin! Waar ik ze moet killen. Dit gaat leuk worden, zei ik. Dit is niet echt leuk. Oké, dit is een war. Kom maar, wat gaan we doen? Oh. Animal Crossing, waarom ook niet? De muziek is decent, maar het gaat hier om de minigames. Ik vind het wel leuk dat ze Mario ook even de Wiimote vast hebben laten houden van ach ja. Oké, Mohawk, kom maar. Oh! De Wind Waker in HD! Nee, eigenlijk is dit niet echt in HD, aangezien dat dit op de Wii is. Dus. Oh. Flapper. Waarom ik het met deze hand ook doe? Ik heb geen idee, het hoort erbij. Hoe vlieg je? Zo. Ja, mensen die doen... Oh. Ja! Ik bedoel, je hebt mensen die doen het elegant, weet je wel? Die doen echt... Nee, wij gaan gewoon zo. Plap. Oké. Leuk! Ik weet niet, hij doet... Oh, sketch. Och, dit is Age Brain Training of zo. Oké. Oké, waiter. Metroid. Ik heb altijd de neiging om die spellen een Samus te noemen, want het is Metroid. Nee, maakt niet uit. Muziek! Geniaal! Oh, dit brengt zoveel nostalgie mee. Oké, 19. Out, knockout. Punch out, whatever. Oké, we hebben nog meer. Oh god, Mario Sunshine. Nee, die Let's Play gaat voorlopig nog langer na niet komen. Ik kreeg er heel veel reacties over. Waar denk ik die Sunshine? Oh, de chauffeur. Oh mijn god, is dit Star Fox? Ben je de baas? Slippy Bear, come back here. Heb ik ooit Star Fox gespeeld? Nee. Doe een barrel roll! Waarom kan ik geen barrel roll? Oeh, kan ik hier niet kapot schieten? Nee. Waarom kan ik een barrel roll doen? Oh. Dankjewel, Falco. Oké, volgens mij moet ik dat groene ding raken. Is dat een Gyro? Oh, hij is uit. Oh, auw! Oké, dit is niet one hit KO.
is wel gaaf dat je Star Fox er in één keer tussen krijgt. Ja, ik heb nog wel even de tijd. Ja, ik moet zo naar mijn werk. Kijk, nou er is! En volgens mij is dat... een van de drie van Nintendo. Ik weet niet. Nee. Je zult altijd mijn player 2 zijn. Ach. Nou, in ieder geval is de ruzie opgelost. Wij gaan hier een hoor highscore neerzetten. Kijk hoeveel van die games dat we wel niet kunnen vinden. En... oh boy. Ja hoor. Als ik me niet vergis, want we hebben geen Terraria aflevering, is vandaag vrijdag. Jimmy P. Oh god, dat gaat geweldig worden. Maar dat is voor de volgende aflevering. We gaan eerst hier nog een highscore. Kijken of we nog meer klassieke Mario games of Zelda games of wat voor games ook aan die kunnen vinden. Laten we het gewoon doen. Oké, die Umbrella. Die hebben we één keer gehad? Ja hoor. Blijf gewoon doorspringen. Waarom kun je er 11 muntjes uit halen of zo? Het zou wel leuk zijn als het eigenlijk faalt omdat je de 6 haalt in plaats van... Oké, high five. Hij zegt 2 en dan haal je de 6. Weet wel van... gewoon lekker kijk het. Oké, tug of war. Dan gaan we zeker... oh. Animal Crossing. Dat is een grote vis. Vang hem! Is dat niet zo'n rode vis van Twilight Princess? Ach ja, het zou zomaar kunnen. Oké, wat gaan we nou doen? Nintendo kaarten! Net zoals een Pikmin, tot we die ook tegenkwamen. Omdat Nintendo is eerst begonnen met gewoon speelkaarten. Het is wel leuk dat ze die reference erin gooien. Oké, wat gaan we nou doen? Oh. Focus, concentratie. Home run. 161 yards. Ik heb flauw idee hoe ver dat is. Oh, Mohawk. Gaan we weer. In HD. Windbeker. Oh. Ja, dan ben ik wel weer verplicht om dat eigenlijk erin te editen, hè. Gewoon doorgaan waar dat we geweest zijn. Oh. Don't lose! Ik heb ook niet gewonnen. Nou ja, niet verloren. Je kunt alle kanten op. Oké, we gaan hem doen. Is dat Donkey Kong? Ja, ik kon het niet goed zien. Sorry. Voordat ik iets zeg dadelijk. Ziet het er niet uit, het is Donkey Kong. Ja, weet ik zo ook. Deze gaat best wel snel met zijn tijd. We zitten pas op 10. Oké. Die muziekjes zijn leuk. Jij gaat eruit! Volgens mij hebben heel veel mensen die dat spel hebben gehad een hekel aan die timer gehad, omdat die dan toch nog... Zo! Oké, gaan we weer Star Fox, denk ik. Je kunt trouwens schieten door op A te drukken. Er wordt nergens in uitgelegd. Kijk maar. Of op B, wat jij het fijnste vindt. Nee, ik vind A het fijnste. Beat the boss! Door barrel! Press A to shoot! Wordt echt nergens uitgelegd. Of misschien in een van die teksten, dat weet ik niet. Ik heb niet echt op de teksten gelet. Oh, omhoog. Auw, dat doet pijn. Get it together! Nou ja, op zich... Ik vind het wel eerlijk dat je hier niet gelijk door één hit doodgaat. Ik bedoel, er hadden andere spellen wel wat meer problemen mee. Oké, doei! Nou, geen levens, levens kwijtgeraakt. Ik neem aan dat de kinderen de levens zijn. Let's pose! Wat gaan we nou weer doen? Yo! Shalmat! Pass! Oké, gaan we gewoon verder. Level 2. Wow, dat is een hele grote Pikmin. Waarom waren die niet in Pikmin 2? Zo'n hele gigantische grote Pikmin. Oké, doe even. High five zeker? Ja hoor. Kom op. Goed zo. Jullie zijn braaf. Eye over de bol. Zien jullie niet, maar van jij. Oké. De klassieke Game Boy! Ik heb een Game Boy Pocket. Ik heb nooit de klassieke eigenlijk gehad. Oké. Ik weet niet hoe dit moeilijker wordt, maar... Onconcentratie en pak hem! Ik wil hier een hele hoge highscore ophalen. Oh, mooi vlieg. Ben je een beetje vroeg? Komt er hier nou een vlieg binnen? Dan. Oh, vingervoet. Ah! Ik denk de hele tijd dat ik de andere kant ben. Niet weglopen, terugkomen! Oh.
Nee, dat bestond nog niet. Dat hadden ze nog niet in de Game Boy Advance, maar dat maakt niet uit. Oh, gaan we weer. Woe, effectbal. 154, niet zo goed als de vorige keer. Maar ja, dat was een effectbal. Moet ook slagen. Oh, moa, gaan we weer. In HD! Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Hebben we nog meer games? Als mijn game echt zo boven de console... Oh, 11 punten, die hebben we nog niet gehad. Hoe had ik... Wat ik dan... Hoe moest ik besturen? Oh, terug! Oh, dit gaat fout. Dit gaat heel fout. Eruit! Dit gaat echt fout. Oh, we hebben nog maar één leven, jongens. Oh, kom op. Oh boy. Geef me de boss stage. Zo, die is wat sterk dit keer. Oké, Star Fox. Dit kunnen wij. Doe een barrel roll. Press A to shoot. Oh boy. Oh, snijvogels. Stay in control. Peppy, hou je mel. Oh, snijkvogels! Auw! Ik denk dat Falco zich een beetje aangesproken voelt als ik snijkvogels zeg. Oh, oké, je hebt er twee. Ja, dat zie ik ook wel. Dankjewel voor die informatie. Oké, eerst die rode. Kom op, raak hem. Oké, we hebben hem. Just do it! Oké, ik ga knipperen. Oh, auw. Oké, we hebben hem gehaald. Ik zit hier geen tijdslimiet op ofzo. Je kunt best wel veel klappen krijgen. Dus deze zou makkelijk moeten zijn, maar dan moeten we dit overleven. Hoe meer dat we overleven, hoe meer levens dat we krijgen. Hoe meer levens dat we krijgen, hoe langer dat we een high score kunnen hebben. Dus let's pose. Oh, Disco Queen. Okay. Level up. Ik bedoel, als we onder de 45 zitten, dan is het gewoon echt dat we... Nee, jij bent geen muntje. Jij bent een muntje? Goed zo. Oké, fingerfood. Terug. Ja, maar anders gaan ze je aanvallen, hè. En als Queen Bob... Oh. Dukkend! Alleen, je had geen richtlijn. Oké, nou. High five zeker? Kom op, high five. Jij ook. Goed zo, jongens. Het is lang geleden dat ik Nintendo zakelijk gezien heb. Ik bedoel, ja, het was wel leuk op de Nintendo DS en de 3DS, maar... Ja... Oh. Dit gaat nooit goed bij mij. Oké. Ik bedoel, ik heb hier Melon. Melon, die hoeft niet in een DS te zitten. Die is hartstikke schattig. Oh, flip hem. Oké. We zijn nog geen levens kwijt. Dit gaat goed. Oh. Ging goed. Oké. Ah, ik haat dit spel. Ik ben nooit goed geweest in Pong. Terugkomen. Oh, big cheese. Oh, die hebben we nog niet gehad. Oh, jawel, flapperen. Flap. Elegant. We moeten dit goed doen, jongens. Ik wil op zijn minst op de 45 komen. Oké, tug of war. Vissen. Oh, spray. Krijg ik daar nou een shine voor? Nee. Geniaal om al die klassieke games weer terug te zien eigenlijk. Oh, nee. Volgens mij als je die snel genoeg doet, dan zie je Link met een baard. Oh, 1, nee, 1, 2. Duh! Nee, ik ga niet achterover vallen, daar heb ik nou geen zin in. We zitten niet op de 45, dus er komt een bonus game bij. Deze was eerder. Oké, we gaan gewoon Blockstar doen. Nou, trouwens, nee, Blockstar. Blockstar is niet echt een spel waarvan je kunt zeggen van ja, die is inderdaad interessant om te doen. Het probleem met Blockstar is namelijk, je hebt verschillende levels die je moet doen en dan moet je zo die blocks halen. Een beetje als die eindbattle dat je zo moest focussen. Dus ik denk dat het interessanter zal zijn om de Can Shooter te gaan doen.
Dus ik ga er even rustig bij zitten. Ik zal wel harder proberen te praten, want dit is richten en schieten. Dit kan trouwens met de Wii Zapper. Maar dit gaat op tijd. Dus je moet zoveel mogelijk punten halen. Je kunt geld erbij halen. Je kunt punten scoren. Je kunt extra tijd verdienen. Als je in het midden raakt, dan doe je meer. Alles gaat een stuk sneller. En sommige dingen kunnen dus als instant KO killen. Bijvoorbeeld, als de tijd om is, is het spel afgelopen. Als je geraakt wordt door een bommetje, is het spel afgelopen. Word je geraakt door een raket, is het spel afgelopen. Nou, en dit zijn dus die raketten die ervoor zorgen dat het spel in één keer afgelopen kan zijn. Oeh, dat ging me net goed. En dit gaat ook stukken sneller. Het begint heel erg rustig en onschuldig, maar... Oh. Groot upgrade. Mooi. Lock on target. Raak je automatisch wel het midden. Wat is dat? Hoi, tijd raak. Oh, dit gaat snel. Oh, slow motion. Oh, dat is een overkop staat te maken. Nee. Nee. Je moet er ook wel geluk bij hebben hoe dat dingen zeg maar naar je toe komen. En de klok die blijft maar tikken. Oh. Gewoon alles schieten. Gewoon op. Schiet hem. En hoe minder punten dat je haalt, hoe meer bommen dat er gegooid kunnen worden. Oh, dit gaat fout. Is op zich wel een leuk spelletje, maar ja, je moet er heel snel voor zijn. Nou, dus de volgende keer dan gaan we weer terug naar een disco party bij Jimmy P. We hebben Jimmy T gehad en nu gaan we naar Jimmy P. Maar dat bewaar ik voor de volgende aflevering. Heb je het leukste momentje, leukste game die je zag tijdens Ninefold? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like natuurlijk achter. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play WarioWare Smooth Moves. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien. Terraria, ik hoop het aankomend weekend weer te opnemen. Mocht het niet gebeuren, houd er natuurlijk rekening mee. Druk leven, bla bla bla. Moeilijk om multiplayer games op te nemen. Dus ik hou in de... ik probeer het op te nemen, maar als het niet lukt... Misschien tot er een livestream gaat komen morgen. Dat weet ik ook niet. Moet ik heel eventjes kijken hoe dat het zit in mijn planning. In ieder geval bedankt voor het kijken nogmaals. En ik hoop jullie allemaal te zien bij een volgende video.